Welkom iedereen bij dit actualiteitencollege van Soeterbeek over de bootvluchtelingen, de toestroom van immigranten naar Europa via de Middellandse Zee. Mijn naam is Kees Leijners, namens het Soeterbeek-programma welkom vandaag. Via de zee gaan dagelijks mensen op gammele bootjes en zelfs minder dan bootjes richting Italië, richting Malta, in ieder geval richting de Europese Unie, om hier een opleiding te vinden, om hier werk te vinden en überhaupt veiligheid te vinden. Mensen vaak uit landen als Somalië, Eritrea, andere landen die getroffen zijn door oorlog en andere onheil. We kennen allemaal de beelden, we kennen allemaal de schokkende beelden van wat er dan vervolgens gebeurt. Bootjes die kapseizen, mensen die in het water terechtkomen. Aantallen doden die we nauwelijks kunnen berekenen. De grote vraag is, we zien die beelden dagelijks, we zien die beelden op tv, we zien die beelden in de kranten, we raken er misschien eigenlijk al een beetje aan gewend, hoe erg het ook is. We voelen misschien allemaal hopelijk daar afschuw over, maar wat is onze verantwoordelijkheid? Beter gezegd, wat is de verantwoordelijkheid van ons als EU-lid en wat is de verantwoordelijkheid van de EU überhaupt wat betreft dit probleem? Wat doet de EU? Wat zou de EU meer moeten doen? Wat doen wij als Nederland en misschien wij ook als burgers, wat zouden wij nog meer kunnen en moeten doen? Om het over dit issue te hebben, hebben we een aantal mensen. Onze vaste columnist Leon Wekker zal zometeen een column uitspreken. Daarna is het woord aan Tineke Strik. Tineke Strik werkt hier bij het Centrum voor Migratiestudies. Is ook Eerste Kamerlid voor GroenLinks, maar dat is voor vandaag wat minder relevant. Dat was het een paar weken geleden toen we het over de Eerste Kamer hadden bij Soeterbeek. Was dat relevanter? Zij zal dit onderwerp voor ons inleiden. En daarna ga aanvankelijk ik, maar al hopelijk snel jullie ook met haar in gesprek over dit dringende probleem. Het woord is eerst aan Leon voor de column. Dames en heren, je hebt ze in soorten. Economische, politieke, ecologische vluchtelingen, jonge en oude, zij die over land, die over zee en die over land en over zee tot ons komen. Als het laatste traject over zee is, dan zijn het bootvluchtelingen. Kennelijk te onderscheiden van andersoortige soortgenoten, alhoewel we spreken niet over voet, fiets, auto, dan wel busvluchtelingen. Bootvluchtelingen. Ze zijn er altijd geweest. Misschien kun je zeggen dat Mozes de eerste was die in zijn biezen mandje de Nijl afvoer om uiteindelijk aan het hof van de farao te belanden. Dieren hebben samen met mensen ook gevaarlijke tochten gemaakt. Men denke aan de ark van Noach, waarop alle paren dieren 150 dagen de zondvloed buitenboord wisten te houden, samen met Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen en hun echtgenotes. Een sterk staaltje survival experience. Overigens, wat korter geleden werden we geconfronteerd met de Vietnamese bootvluchtelingen. 800.000 medemensen, waarvan er ongeveer 200.000 door hongersnood, ziekte, piraterij en orkanen omkwamen. De Vietnamese bootvluchtelingen in Nederland, in totaal zo'n 16.000, werden hartelijk ontvangen en veelal in gastgezinnen geplaatst. Kom daar nu eens om. Nu gaat het niet om een solidariteitsbetuiging, maar om de confrontatie met een wezenlijke dreiging, waarbij Poetin vergeleken een peanut is. Misschien, zo is uitgerekend, melden zich in de nabije toekomst wel zo'n 1 miljoen vluchtelingen aan de Europese grenzen. En we zijn al met 500 miljoen Europeanen. 501 miljoen zou, zegt men, ons werelddeel ontwrichten. En in zijn voegen doen kraken, enig economisch herstel tot een zekere illusie maken. Maar gelukkig. Daar is de Europese Unie, het daadkrachtig Brussel. Er moesten wel een paar scheepsladingen bootvluchtelingen voor verdrinken, maar nu is men klaar wakker.
Meer geld voor personeel en materieel om mensen te redden. Een groter gebied om te surveilleren. 5000 vluchtelingen eerlijk te verdelen onder de 28 een eigen belang nastrevende staten van de Europese Unie. We gaan die smokkelboten vernietigen en de smokkelaars bij hun lurven grijpen. Het oplossen van het vluchtelingenprobleem is niet alleen in het belang van die arme sloebers, die slechts een paar duizend dollar voor een ticket naar Europa kunnen betalen. Waar halen ze het vandaan? Maar ook voor het paradijs al hier, waar anders heel wat minder gebraden duiven zullen rondvliegen. Wellicht gaat men ook investeren in opvang in de regio. Eventueel het bewaken van safe havens met militaire macht. Nederland kan daar dan een goede beurt maken als ervaringsdeskundige uit Srebrenica. En misschien komen er dan ook legale kanalen voor toegang tot Europa. Maar het echte probleem blijft voorlopig nog buiten zicht. Effectieve, maar dan ook daadwerkelijk effectieve ontwikkelingshulp. Einde aan economische discriminerende maatregelen en militair ingrijpen waar zulks gepaard kan gaan met politieke, sociale en economische veranderingen in overeenstemming met de daar aanwezige cultuur en godsdienst. Dat is allemaal een brug te ver. En zolang we die brug niet overgaan, zullen we de angst voor de vreemdeling die eraan komt cultiveren en uitvergroten. In die situatie kunnen de twee huidige politieke bazen van ons land voor de bühne een uitputtend gevecht leveren om een paar illegalen na korte opsluiting het land uit te jagen. Gelukkig dat het volk deze schending van mensenrechten en beschadiging van de reputatie van ons land als het land van Grotius niet zal pikken. Als straks Den Haag zijn arrestatieteams de provincie instuurt met de opdracht de ongehoorzame burgemeesters bij de kraag te vatten, dan zal onze stakende sterke arm zulk zeker weigeren. Er komt niets van dat plan. Maar dat wist men in Den Haag ook wel. Vandaar de mogelijkheid het samen uiteindelijk toch nog over het lot van een paar asielzoekers hardgrondig eens te zijn. Dankjewel, organisatie ook, om mij uit te nodigen hier. En mij de eer om u wat in te leiden in het asielbeleid wat de Europese Unie met elkaar heeft afgesproken en de problematiek waar we nu mee te maken hebben. Ik heb een... Kijken wat er gebeurt. Ja. Ja, deze beelden die kent u inmiddels wel. Dagelijks staan daar de kranten mee vol. Dit is een foto van een boot met migranten die ik vanuit de Raad van Europa ook heb onderzocht. Dat was een boot met migranten die in de steek gelaten werd door iedereen die hen zag en waar de meesten zijn omgekomen van honger en dorst. Nu hebben we het veel over migranten die zijn verdronken, ook omdat de redding niet of te laat wordt gegeven. Maar hoe zijn we zover gekomen? Ik zal even wat uitleggen over het Europees gemeenschappelijk asielbeleid. Want dat is eigenlijk de basis waarop de landen nu met elkaar spreken in Europa. Pas 15 jaar geleden zijn de Europese lidstaten toegekomen om gezamenlijk afspraken te maken over asiel. Daarvoor had iedereen zijn eigen standaarden. En gebeurde dus dat asielzoekers bij het ene land asiel gingen aanvragen. Als ze daar werden afgewezen, gingen ze door naar volgend land. En zo probeerden ze verder tot ze ergens bescherming kregen. De uitkomsten in of je kans had van slagen of niet was dus ook heel erg verschillend per land. Natuurlijk had iedereen wel het vluchtelingenverdrag ondertekend. Dat is een verdrag wat door bijna alle landen in de wereld is getekend, een VN-verdrag. Wat eigenlijk de les is van de Tweede Wereldoorlog. Toen mensen probeerden, met name de Joden uit Duitsland probeerden te vluchten en werden teruggestuurd naar Duitsland, omdat ze niet welkom waren in de landen waar ze probeerden bescherming te krijgen. Toen heeft de VN gezegd, dat moeten we nooit meer doen. We moeten altijd vluchtelingen de kans geven hun land te verlaten waar ze niet meer veilig zijn of vervolgd worden. Nou, dat hadden de lidstaten dus al
altijd al wel gerespecteerd, maar op een heel verschillende manier geïnterpreteerd. 15 jaar geleden is gezegd, wij gaan dat harmoniseren. We gaan richtlijnen maken waardoor we allemaal op dezelfde manier met asielzoekers zullen omgaan. De definitierichtlijn, wie is vluchteling? De procedurerichtlijn, hoe onderzoek je dat? Recht op advocaat, recht op beroep. Je moet een interview houden met asielzoekers. De opvangrichtlijn. Iedereen die asiel aanvraagt, heeft recht op een opvangvoorziening, totdat de rechter heeft beslist dat iemand geen of wel asiel zou moeten krijgen. De Dublin-verordening heeft u misschien wel eens van gehoord. Dat is een verdeelsysteem waarbij de lidstaten een verdeling hebben afgesproken welk land voor welk asielverzoek verantwoordelijk is. En dat betekent feitelijk het land waar de asielzoeker als eerste binnenkomt, die is verantwoordelijk. Nou, u kunt zich bij voorstellen dat de landen aan de buitengrenzen met de grootste druk te maken hebben. En dat is ook nu nog steeds een oorzaak van de grote meningsverschillen, met name tussen Zuid-Europa en de noordelijke landen. Het gaat dus uit van non-refoulement, dus niet terugsturen naar een land waar iemand vervolging te vrezen heeft. Maar het grote makke is, dit geldt alleen maar, al die normen, voor het moment dat een asielzoeker daadwerkelijk het grondgebied heeft kunnen bereiken van de lidstaten. Dus ze moeten zelf maar kijken hoe ze daar terechtkomen. Daar helpen de EU-landen niet bij. Sterker, je kunt voor gezinshereniging, arbeid, studie een visum aanvragen op de ambassades van de lidstaten. Maar dat kan niet voor asielzoekers of voor vluchtelingen. Je kunt dus niet vragen, als je in een buurland bent van het land wat in oorlog is, waar je vandaan komt, mag ik naar Europa komen? Daar is geen procedure voor. Sterker nog, tegelijkertijd dat we die normen hebben gemaakt, zijn we die grenscontroles verder naar buiten gaan leggen en gaan aanscherpen. Dat doen we door bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen of schepen, schipvaartmaatschappijen, te beboeten op het moment dat ze iemand in Europa brengen die niet de juiste papieren heeft. Voor een illegale migrant krijgt KLM, ik geloof iets van 10.000 euro boete. Dus dat is een flinke prikkel om ook streng te zijn bij wie mag er in het vliegtuig stappen, wie mag er op het schip. De landgrenzen zijn verder verscherpt, ook met infraroodcamera's, hekwerken, allerlei apparatuur. Het visumbeleid is strenger geworden, zodat dat mensen niet toch met een visum hier kunnen komen en dan vervolgens asiel aanvragen. En een grote troef, we hebben nauwere samenwerking met onze buurlanden afgesproken. In ruil voor bijvoorbeeld economische voordelen, handelstarieven of meer visa voor hun eigen burgers, verplichten wij die buurlanden om hun eigen grenzen verder aan te scherpen, de controles, en om mensen over te nemen die door hun land zijn gereisd en in Europa zijn aangekomen. Dus dat is een goede prikkel om mensen daar ook al tegen te houden of weer naar terug te kunnen sturen. Dat het daar met de mensenrechten niet altijd goed is gesteld, ja, dat is een tweede. Dat is niet een voorwaarde voor die samenwerking met die landen. Verder zie je dat de buurlanden, die vooral de eerste aanspreekland zijn, dat die afspraken maken met hun buurlanden, dus bilateraal. Italië met Libië, een bekend voorbeeld dat Berlusconi met Gaddafi afsprak voor 5 miljoen euro per jaar, zou Gaddafi iedereen tegenhouden om te vertrekken vanuit Libië. Dus die moesten daar blijven. Er zijn hekwerken geplaatst. Dat kent u die beelden misschien ook wel op de Spaanse enclaves. Melilla en Ceuta met Marokko. Griekenland heeft nu een hekwerk op de landgrens met Turkije. En in Bulgarije is dat inmiddels ook gerealiseerd met Turkije. Het gevolg is, mensen moeten een andere manier vinden om Europa te bereiken. En dat doen ze door duurdere routes, ze zijn afhankelijk feitelijk van mensensmokkelaars die dat voor hen regelen en ze zijn gevaarlijker geworden. En zo is dat gebied van de Middellandse Zee een steeds belangrijkere en bijna enige alternatief geworden om uiteindelijk bescherming te krijgen in de Europese Unie. Nou, hier ziet u de belangrijkste routes die worden gebruikt en u ziet dat vanuit Libië er heel veel stromen zijn naar Lampedusa, die natuurlijk heel dichtbij ligt, en ook naar Malta.
En vanuit Marokko wordt er veel geprobeerd Spanje binnen te komen. En eerst was Turkije natuurlijk een belangrijk doorgaansland. Dat is het nog steeds wel. Via de landgrenzen lukt het niet meer. Dus je ziet nu dat steeds meer bootjes, ook veel met Syrische vluchtelingen, vanuit de zuidelijke kust van Turkije proberen toch of de Griekse eilanden of Italië te bereiken. Ja, dit is er nog een, maar dan meer vanuit Afrika. En dan zie je dus ook waar de druk zich op dit moment bevindt. Dit zijn de kortste routes en daardoor ook nog enigszins haalbaar. Ik had het net al over Gaddafi en Berlusconi. Nou, Gaddafi, daar weten we het lot van. Van Berlusconi trouwens ook. Die staat niet meer aan het roer. Toen de oorlog in Libië uitbrak en de bombardementen van de NAVO werden uitgevoerd, toen had je een exodus uit Libië. Veel ook derde landers die werden geëvacueerd. Veel arbeiders die daar werkten in de olieindustrie, die werden geëvacueerd naar hun eigen landen. Ook Europeanen werden daar weggeëvacueerd. Maar er zaten daar dus ook heel veel derde landers, Sub-Sahara-migranten, vluchtelingen die al jaren niet konden oversteken naar Europa vanwege dat beleid. Die kwamen toen met z'n allen de zee op richting Europa. Daarna is het wat teruggelopen, maar het ging nooit helemaal meer over. En met name toen Libië nog meer een vrijstaat werd, toen de oorlog toenam in Syrië, steeds meer Syrische vluchtelingen die niet meer in de buurlanden van Syrië terecht kunnen. Eritrea, waar ook heel veel vluchtelingen vandaan komen vanwege de militaire dictatuur, zag je dat steeds meer mensen naar Libië trekken en daar proberen die oversteek te wagen. Italië had dus eerst een afweerbeleid onder Berlusconi. Nu, met de nieuwe politieke wind, hebben ze gezegd, wij kunnen dit niet meer laten passeren. In oktober 2013 zijn een aantal boten vlakbij Lampedusa gekapseist, honderden doden. Toen hebben ze gezegd, wij gaan een grote humanitaire reddingsmissie opzetten. Dat hebben ze gedaan van oktober 2013 tot november 2014. Ze hebben in die tijd 160.000 migranten uit zee gered. Er zijn al toch nog 3500 verdronken. Maar Italië heeft al die tijd gezegd tegen de EU, wij kunnen dit niet volhouden. Dit kost ons 10 miljoen euro per maand. Wij doen dit nu, maar we willen dat de EU dit overneemt, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit zijn ook jullie grenzen, Europese lidstaten. Dat heeft de EU niet willen doen. Sommigen argumenteerden dat het juist meer migranten de zee op zou trekken. Maar in ieder geval werd er niet op gereageerd. En uiteindelijk is dus besloten om er wel een Frontex-operatie aan toe te voegen. Maar dat is een grensbewakingsoperatie. Frontex is een EU-agentschap belast met de grensbewaking. Frontex blijft alleen maar bij de Italiaanse kust, terwijl de mensen omkomen op volle zee of dichter bij Libië. En Frontex is 1/3 van de capaciteit als wat Mare Nostrum met die Italiaanse missie had. De voorspelling van iedereen was, dit gaat het aantal zeedoden enorm doen toenemen. Dit gaat heel gevaarlijk worden. En dat is ook gebleven. Het bleek, het aantal migranten dat de oversteek waagde is niet per se gedaald. Dus dat idee van, het kwam door Mare Nostrum dat zoveel mensen die oversteek maakten, bleek niet bewaarheid. Dit zijn de cijfers van dit jaar. En daarin zie je dus ook weer dat 36.000 mensen de oversteek hebben gemaakt, waarvan er 1700 inmiddels, al ruim 1700, zijn verdwenen, waarschijnlijk verdronken. En u ziet dus ook dat het grootste aantal uit Syrië komt. Dus de Syrische vluchtelingen en de Eritrese vluchtelingen. Dus zeg maar, meer dan de helft van degenen die oversteek wagen zijn vluchtelingen uit een oorlog. Dus het is steeds meer, is deze route ook echt een asielroute geworden, zou je kunnen zeggen. Omdat al die andere mogelijkheden eigenlijk zijn onmogelijk gemaakt. En omdat de druk in de buurlanden, denk aan Libanon, Jordanië, Turkije, zo groot is dat mensen daar geen bescherming meer kunnen krijgen. Dit is een beetje een overzicht van de afgelopen jaren. Dus dit was de oorlog in Libië. Hè, toen dat in één keer ook veel meer vluchtelingen tot gevolg had. Daarna liep het weer terug. En sinds 2014 is het weer zoveel toegenomen. En dit zijn het aantal vluchtelingen wereldwijd. En de ontwikkeling daarin de afgelopen 20 jaar. En nu zitten we al over de 51 miljoen vluchtelingen wereldwijd. De groenen, dat zijn degenen die in de landen verblijven als ontheemden. En de anderen die bevinden zich buiten
de landen. Dus op dit moment zitten we echt op een ongekend hoog aantal vluchtelingen. Vooral eigenlijk als gevolg van de oorlog in Syrië. Want die is zelf al ongeveer, daar komen al 11 miljoen vluchtelingen vandaan. Dit is een beetje, waar zitten die dan? De meeste dus in Syrië zelf, ontheemd. Het wordt steeds moeilijker om die mensen te bereiken met hulpgoederen of met voedsel. Omdat of IS of Assad daarin de weg verspert. In Libanon, moet u zich voorstellen, dat is een land met 4 miljoen inwoners. Die hebben 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen. Daarnaast hebben ze nog 300.000-400.000 Palestijnse vluchtelingen. En je ziet het daar gewoon helemaal wegzakken. Er is onvoldoende infrastructuur. 300.000 kinderen kunnen al 2 jaar niet meer naar school. Dus dat gaat echt een grote maatschappelijke ramp ook opleveren. Maar ook geen gezondheidszorg, voedsel, riolering. Alle simpele basale voorzieningen die je nodig hebt. Jordanië is de druk heel erg groot. Turkije ook. Turkije is natuurlijk veel groter en kan veel meer aan. Maar ook daar zie je de druk ook op de voorzieningen toenemen. En wat hebben de EU-landen tot nu toe gedaan? Zij hebben gezamenlijk besloten om ruim 100.000 mensen op te nemen, Syrische vluchtelingen, via de UNHCR. En ook daar zie je nog hele grote verschillen. Duitsland is eigenlijk veruit de meest ruimhartige. Ondanks dat ze vorig jaar 200.000 asielverzoeken hebben gekregen, hebben zij gezegd, wij willen in ieder geval 30.000 mensen uitnodigen uit Syrië. Nederland blijft achter met zo'n 250 mensen die we wel willen uitnodigen. UNHCR heeft gezegd, EU, alsjeblieft, neem in ieder geval de meest kwetsbare mensen op uit deze landen, die in die regio zitten en die meer hulp nodig hebben dan die buurlanden nu kunnen bieden. Denk aan weeskinderen, aan hele ouderen of zieken, getraumatiseerden of ook leden van een minderheidsgroep. En dat zijn al ruim 10%. Dus je zou kunnen zeggen, als de EU bereid zou zijn om zo'n 300.000 mensen uit te nodigen, daar de lead bij de UNHCR te houden, zodat we echt degene krijgen die het hardste nodig hebben, dan zou die regio in ieder geval al erg ontlast worden en zouden we ook ons aandeel nemen in de vluchtelingenproblematiek. Maar dat is tot nu toe niet het antwoord. Het antwoord op het grote ongeluk, de mensen die zijn overleden in de Libische wateren, daar heeft u allemaal wel van gelezen, is dit. We gaan de boten vernietigen, en Wekker gaf het al aan, alsof je daarmee ook echt de stroom stopt. We gaan Frontex uitbreiden, maar dat is dus de grensbewakingsoperatie. En we moeten even kijken of ze dan ook op volle zee mogen gaan werken en of ze ook daadwerkelijk proactief gaan redden. We moeten nog nauwer samenwerken met de buurlanden. Lees proberen dat ze niet verder kunnen reizen. Sneller terugkeren naar die derde landen. En we gaan experiment doen met de hervestiging van vluchtelingen. Dus het uitnodigen. En wat wel interessant is, even een laatste opmerking, is het voorstel was om in ieder geval te beginnen met 10.000 mensen. Nou, daar raakten de lidstaten het niet over eens. Dat vonden ze wel heel veel in één keer. Dus zijn ze uitgekomen op 5.000. En dat vonden ze toch eigenlijk weer zo gênant dat ze dat cijfer niet hebben opgeschreven in de conclusies. Dus er staat alleen maar, we gaan experimenteren met de hervestiging van vluchtelingen. Nou ja, de vraag is, en dat vind ik ook wel heel leuk om met u over te hebben, is dit een adequate respons? Is het ook rechtvaardig? Gelet op het vluchtelingenverdrag, wat uitgaat van solidariteit met landen. Hè? Want als je daarin niet samenwerkt, dan loop je heel grote kans dat landen als Libanon en Jordanië, die het meest moeten opvangen, hun grenzen sluiten. Dat doen ze nu dus ook al. Met als gevolg dat Syriërs die nu hun land willen ontvluchten, geen kans meer krijgen en blijven vervolgd worden of onveilig voor Assad, voor IS of voor wie dan ook hun leven daar bedreigt. Dank u wel. Dankjewel, Tineke. Mijn excuses, ik zei dat Tineke werkt bij het Centrum voor Migratiestudies. Dat werkt ze niet. Ze werkt bij het Centrum voor Migratierecht. Tineke is jurist, wat jullie aan de helderheid van het betoog waarschijnlijk ook wel gehoord hebben. Misschien als eerste vraag, je begon te zeggen, even in een snel zinnetje, je had die eerste foto. Ja. Je had het over een onderzoek dat je hebt gedaan voor de Raad voor Europa. Daar was ik wel benieuwd naar. Wat voor soort onderzoek is dat? Dat verscheen toen in The Guardian. Ik zit in het parlement van de Raad van Europa namens het Nederlandse parlement.
En er verscheen een bericht in The Guardian van een groep van 72 migranten die op zee had gezeten, die hulp had gevraagd. Italië had ze gezien, is een helikopter boven hun hoofd, heeft gecirkeld, wat water gedropt. Een militair schip kwam heel dichtbij. Heel veel momenten waren er dat ze hadden kunnen worden gered. Niemand deed iets. Uiteindelijk hebben ze 2 weken op zee gedobberd. Zijn ze zo teruggedobberd naar de Libische kust. En 62 van de 73 hebben het niet gered, zijn gestorven tijdens die reis. En dat heb ik onderzocht om te kijken, hoe kan dat nou gebeuren? Hè? Het was tijdens die oorlog het best gesurveilleerde stuk zee wat we hadden ter wereld. En daar heb ik allerlei factoren geanalyseerd van wat moest verbeteren om te zorgen dat er geen gat meer in de verantwoordelijkheidsverdeling kan komen als het gaat om mensen in nood op zee. Mm-hmm. Ja, daar zit een achterliggende gedachte achter. En dat vraagstuk wat je nu ook net noemt over onze verantwoordelijkheid, denk ik, hè, van waaruit dit onderzoek überhaupt gedaan. Maar voordat we naartoe gaan, nog even dat punt van die hervestiging. Je zegt, afspraak was 10.000, daar schrok iedereen van, 5.000 hebben we maar even verdoezeld. Hoe zit het in elkaar? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is dat, die hervestiging? Hervestiging is eigenlijk de UNHCR, die beheert de kampen in de regio's. Die screent mensen ook of ze vluchteling zijn en of ze kwetsbaar zijn. En die is dan afhankelijk van andere landen die verder weg zitten, of hoeveel mensen zij willen overnemen uit die kampen. Dus we hebben lijsten van vluchtelingen die in afwachting zijn van een land die ze willen overnemen, uitnodigen. Maar er zijn geen verplichtende afspraken over. En wat de EU-landen nu hebben gezegd is, laten we daar wel proberen iets gezamenlijks van te maken. En elkaar houden aan aantallen die we dan gaan overnemen. Ja. Okay, maar daar komen ze dus niet uit. Het blijft dus op basis van vrijwilligheid. Ja, en dan toch naar het vraagstuk wat je zelf hebt opgeworpen. Maar ik wilde toch dat je eerst zelf antwoord geeft, zeg maar. Volgens mij heb je daar een heel duidelijk antwoord op, namelijk. We hebben nu iets van een gemeenschappelijk asielbeleid. Dat is al heel wat. Daar moeten we al helemaal trots op zijn dat we dat hebben in de Europese Unie. Maar dat begint bij de grenzen. Ja. Dat is wat uit je verhaal ook duidelijk. En waar we nu mee zitten, wat het probleem nu duidelijk is, is wat gebeurt er vooraf? Afgaand aan die grenzen. We hebben heel veel doorgangen afgesloten. Wat blijft er over de gevaarlijke doorgangen via zee? Daar gaan wij niet over in zekere zin. Nu is het grote vraagstuk, moeten we daar wel over gaan? Je kunt zeggen, dat is een juridisch vraagstuk misschien, maar het is ook een moreel vraagstuk. Ik denk dat iedereen die voor de buis zit en op internet of in de krant die plaatjes ziet, dezelfde verontwaardiging, verontrusting en ook gechoqueerdheid heeft. Maar vanuit welk soort van moreel principe en misschien vervolgens juridisch principe moeten we ons hier wat van aantrekken? We hebben toch een asielbeleid? Het begint bij de grenzen. Ja. In die zin doen we onze plicht, toch? Ja, er zijn inderdaad verschillende soorten verplichtingen die je zou kunnen bedenken. Als je puur moreel bekijkt, dan zie je dus nu van, kijk, wij zijn in staat om onze grenzen af te bakenen, om te controleren wie er naar ons toe komt. Vluchtelingen behoren niet tot de gewenste migranten, dus die houden we tegen. Het gevolg daarvan is dat de landen in de regio die niks te kiezen hebben, die worden overlopen bij wijze van spreken door de vluchtelingen, omdat zij naast zo'n oorlogsgebied gelegen zijn, dat wij die alleen laten met deze problematiek. En dat vind ik moreel niet juist. Je moet dat gezamenlijk aanpakken. Ik vind het ook te kortzichtig, want het gevolg is dat landen als Libanon en Jordanië nu op de lijst staan om ook een destabiele regio te worden. Dat hoeft niet zoveel meer te gebeuren, willen ook zij omvallen naar falende staat. En daarmee zie je dus ook dat gezamenlijk belang feitelijk samenvalt met het eigen belang. Want het zou betekenen dat we dan alleen maar weer meer vluchtelingen krijgen. Dus de vluchtelingen die zij daar al opvangen, maar ook de Libanese en Jordaanse vluchtelingen die ook naar ons toe komen om bescherming te krijgen. Maar dan redeneer je, zeg maar, moreel gesproken vanuit de solidariteit naar buurlanden. Zeg maar, buurlanden van de EU, inderdaad Libanon met die onwaarschijnlijke hoeveelheid vluchtelingen. Jordanië, tot nu toe een zeer stabiel land, maar heeft er ook heel veel. Maar dat is een verantwoordelijkheid naar die landen toe. Ja. En het is in zekere zin dan ook nog eens een keer in ons eigen belang, want we willen niet dat het enige stabiele land in die hele regio, namelijk Jordanië, ook nog eens een keer
eraan gaat. Maar wat is nou onze morele plicht ten opzichte van die mensen? Precies. Dat, nou, is niet Jordanië. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Het is twee soorten solidariteit. Ik zou zeggen, dit kan ons ook overkomen. Dat lijkt misschien heel raar om dat nu hier te zeggen. Maar Europa bestaat uit, heeft ook een hele geschiedenis van mensen die gevlucht zijn, moesten migreren, et cetera. Iedereen kan dit gebeuren, dat je niet veilig bent voor je eigen overheid. Of dat jouw overheid jou geen veiligheid kan bieden. Dus het is zo inherent eigenlijk aan je, het belang van je veiligheid en je recht op veiligheid. Dat je daar ook in moet acteren op het moment dat dat in het geding is. Mm-hmm. En dat is dus, daar zijn we misschien nog niet over uitgepraat, maar dat gaat het publiek ook te hulp snellen, denk ik zo meteen. Maar dan hebben we het over de morele verplichting, onze morele verantwoordelijkheid. Juridisch is dit dus Twilight Zone. Je bent jurist. Ja. Ja. Juridisch is hier nog niet veel van te maken. Nee, dat is echt eigenlijk een hele raar gat wat je feitelijk hebt. Want het vluchtelingenverdrag regelt ook verplichtingen voor mensen, voor staten. Ja. Mensen kunnen er wel een beroep op doen. Er staat in het vluchtelingenverdrag, het is geldig voor iedereen die zich buiten het land bevindt. Maar het geeft geen recht op overkomst naar een ander land. Ja. En dat is het gat waar we nu mee te maken hebben. Zeker hoe meer wij onze grenscontroles ook verder verleggen. Mm-hmm. Hoe moeilijker we het voor hen ook maken om dat recht ook te effectueren. Dan zit je bij de Raad van Europa. Dat is een van die bronnen van nieuw recht misschien ook. Gaan de discussies deze kant op om daar als het ware regelgeving niet op los te laten? Nee, het is juist erger geworden, zou je kunnen zeggen, in Europa. 10 jaar geleden was de mogelijkheid om op je ambassade asiel te vragen. Dat heeft de Europese Unie juist afgesloten. Dus dat kunnen we niet meer. Wat je wel ziet in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Italië probeerde toen met Gaddafi op de Volle Zee mensen schepen te enteren. En vervolgens onmiddellijk terug te brengen naar Libië. En daar heeft het Europees Mensenrechtenhof een stokje voor gestoken. Zeggen, dat kan niet. Je moet individueel onderzoeken of het wel veilig is voor die mensen om ze daar terug te sturen. Dus zeg maar het blind pushbacken, zoals je dat noemt. Dat mag niet meer van het Hof van de Raad van Europa. Ja. Helder. Ik zou eigenlijk publiek bij willen betrekken. Vragen aan Tineke? Ja. Sorry, de spelregels zijn dat je wacht tot de microfoon en heel duidelijk in de microfoon spreekt, anders hoor je niet. Oké, ik geloof dat de Europese Commissie nu bezig is met een plan om de verdeling van vluchtelingen beter over Europa te verspreiden. Aan de hand van Duitsland, waar die 1/3 van de mensen of zo heeft opgenomen. Wat verwacht u hiervan als zij over 2 weken met hun plan komen? Ja, dat is een heel goede vraag, want dit ligt nog onder, zeg maar, de problematiek die ik net beschreef. Hè, dat Italië en Griekenland zo'n slecht systeem hebben dat iedereen doorreist naar de noorden. Maar dat Italië en Griekenland ook vinden dat ze onterecht veel zouden moeten opnemen. Ja. En nu heeft Duitsland er problemen mee. Dus nu gaat de commissie kijken, gaan we een andere verdeling doen. Dat is politiek ontzettend lastig. Ik denk, kijk, je kunt je wat criteria bedenken. Hè? Die worden ook wel genoemd. Inwoneraantal, grootte van het land, bruto binnenlands product. Maar ook wat is de historie van een asiel van een land. Hè? Hoeveel hebben ze al opgenomen? Maar krijg daar maar eens iedereen achter. Dat is heel erg lastig. Tot nu toe hebben alle landen steeds gezegd tegen Italië, Griekenland. Dublin is Dublin, afspraak is afspraak. We hebben niks met jullie te maken. Maar nu Duitsland er last van heeft, ja, nu zouden we misschien een beweging kunnen krijgen. Maar voordat we dat echt met harde afspraken hebben. Er moet ook veel meer wederzijds vertrouwen zijn, ook denk ik, in elkaars systeem. Je zou ook nog kunnen bedenken, je onderzoekt de asielverzoeken ergens, wellicht gezamenlijk. En dan verdeel je de mensen over Europa. Maar dan moet je ook echt vertrouwen hebben in dat je het allemaal op dezelfde manier beoordeelt. En dan moet je alsnog toelaten dat mensen dus naar je worden overgebracht. Hier zit heel veel politieke onwil bij de lidstaten om hier goed uit te komen. Maar is dat niet, ik las volgens mij vorige week ergens in zo'n redactioneel commentaar, volgens mij Frankfurter Allgemeine, die zei, kijk, we praten over, werkt Europa nou wel of werkt Europa nou niet? Is nou niet precies dit, met onze geschiedenis, dit was natuurlijk wel een Duitse krant, die de geschiedenis op een bepaalde manier kent,
is dit niet zo'n punt waarop duidelijk wordt wat Europa nou eigenlijk voorstelt en wat niet? En dat al dat gepraat over gemeenschappelijke waarden, waar duidelijk wordt hoe concreet dat nou eigenlijk is of niet. Ja. Is een falen hier niet een teken van dat het gewoon dat we gewoon niet werken? Moeten we dat niet zo dramatisch zeggen? Ik denk dat we dat landen nog steeds te veel onderscheid maken tussen wat nationaal beleid belang zou zijn en het Europees belang. Ik denk dat het samenvalt, maar zo acteren de landen niet. Je ziet een grote parallel met de schuldencrisis. Dat ook Griekenland het gevoel heeft van wij worden achtergesteld en benadeeld. En de noordelijke landen zeggen van ja, Griekenland probeert ons te beduvelen en wij moeten ervoor betalen. Zo'n diep geworteld wantrouwen tussen die landen. En dat is precies op het gebied van asiel, zit die verhouding, loopt eigenlijk zo ongeveer gelijk. Dat werkt ook door naar burgers natuurlijk. Als de regeringen uitstralen van luister eens, wij worden gepakt door Europa. Ja, dan gaan die burgers ook niet een heel warm gevoel krijgen voor de Europese Unie. En dat gebeurt zowel in het zuiden als in het noorden. En dan het gevoel van waarom moeten wij de problemen van een ander oplossen. Terwijl het is natuurlijk een gezamenlijk probleem, anders krijg je het nooit voor elkaar. Mm-hmm. Meer vragen? Vast meer vragen. Ja. Dit lijkt meer een ad hoc beleid. Hè? We reageren op de stroom van vluchtelingen. Maar wat kunnen we structureel doen om in de toekomst dit te voorkomen? Meneer Wekker die refereerde al aan effectief ontwikkelingsbeleid. Ja. Maar wat denkt u daarover? Ja, meneer Wekker heeft volkomen gelijk. Want je krijgt pas vluchtelingen op het moment dat landen geen stabiliteit hebben of zich niet kunnen ontwikkelen. Dat hangt heel nauw samen met elkaar. Dus dat is echt de oorzaken aanpakken. En dat zou je denk ik ook heel geïntegreerd moeten doen. Dus niet alleen militair hit and run, maar juist gewoon lange termijn, breed aanpakken. Maar goed, die vluchtelingenproblematiek moeten we nu wel iets mee doen. En ik zou zeggen, je moet die reddingscapaciteit gewoon weer op orde brengen. Laat Italië het maar doen, maar deel de kosten over alle landen. En zij hebben nu de ervaring, zij hebben het materieel, maar ze kunnen het financieel niet aan. Dat is veel beter dan proberen via Frontex nog weer extra vliegtuigen en zo daarheen te krijgen. Versterk veel substantiëler de opvang in de regio. Die drie landen hebben iets van 3 miljard euro gekregen wereldwijd. Nou, ze hebben vier keer zoveel nodig om het hoofd boven water te houden. Dus, en er wordt gewoon gezegd, ja, we hebben dat niet. Maar ja, als je het niet hebt, dan ga je de problematiek alleen maar vergroten. Dus daar moeten we veel meer inspanningen op verrichten. Misschien ook de andere Arabische landen erbij betrekken, zodat die ook meer mensen gaan opvangen. En daarnaast denk ik dat je toch ook moet kijken en hoeveel kunnen wij ervan op een veilige manier hier naartoe laten komen. Ik gaf net al aan die 300.000, dan zou je in ieder geval echt kwetsbare overnemen. En dan voorkom je ook dat straks de deur helemaal daar op slot gaat. Dus die drie maatregelen zijn denk ik heel hard nodig. Maar dat blijft, de vraag was naar ad hoc versus structureel, dat blijft eigenlijk nogal ad hoc. Ja, dat is waar. De vraag was van dit gaat terug blijven komen, er gaat niet minder oorlog komen. Nee, dit is heel erg gericht op Syrië natuurlijk. Ja. Maar je zou kunnen zeggen van, ik denk dat die reddingscapaciteit, dat je die ook nodig houdt. Mm-hmm. Maar dat je ook moet kijken naar, hebben we wel voldoende, ook aan de landsgrenzen, wel genoeg sensibiliteit voor mensen die asiel zoeken en willen binnenkomen. Mm-hmm. Want het is natuurlijk heel gek dat daar geen enkele manier meer is om het land binnen te komen. Dus daar moet je ook echt naar kijken. Ik denk dat je het gemeenschappelijk asielbeleid moet uitbreiden met ook een beleid over quota, over hoeveel vluchtelingen wij van de UNHCR voortaan standaard gaan overnemen vanuit de landen. Mm-hmm. Dus nu niet alleen maar één keer, maar gewoon vaste afspraken en elkaar daar ook aan houden. En toch meer mogelijkheden ook kijken of mensen niet gewoon vanuit de plek waar ze zijn een mogelijkheid hebben om binnenkomst te vragen naar Europa. Maar dan, dat roept meteen de volgende vraag op, als het gaat om die structurele zaken. In de discussie die we nu in Nederland hebben, waar we het nu maar even niet over hebben, die BBB, bedpadbrood, ik krijg het niet uitgesproken. daar wordt vaak de slogan aanzuigende werking gebruikt. Ja. Stel nou, we gaan dit echt allemaal goed regelen, opvang, kampen, ter plekke, et cetera.
Dan zullen mensen, er zullen een aantal politiek, vanuit een bepaalde politieke kleur, zullen waarschijnlijk snel gaan zeggen, ja, dat kunnen we wel doen. Maar dan roepen we, als wij, dan krijg je de beroemde aanzuigende werking. Dat ja. roept alleen maar nog meer stromen, want dan wordt het blijkbaar nog fijner en nog beter geregeld dat wij vanuit Afrika of waar dan ook Syrië naar Europa kunnen. Wat is daar een antwoord op? Dat punt van Kijk, die aanzuigende werking. Ja, als je het hebt over uitnodigen, dan heb je dat niet. Want de UNHCR screent de mensen al. Dus die weet wie die bescherming nodig hebben of niet. En dat kun je dus reguleren, want dat gebeurt op afstand, het uitnodigen. Die laat je veilig overkomen. Je zult altijd mensen houden die proberen toch illegaal zelf naar Europa te komen. En daar zullen ook mensen tussen zitten die geen bescherming nodig hebben. Daarvan zul je toch moeten zeggen, je wilt die mensen niet laten verdrinken. Dus dat moet je doen. En dan kun je heel snel zorgen dat je asielverzoeken behandelt. En dat je kijkt wie heeft bescherming nodig en wie niet. Mm-hmm. Dus dan moet je gewoon snel acteren en beoordelen of ze bescherming nodig hebben of niet. Als mensen geen bescherming nodig hebben, ja, dan kun je mensen ook gaan terugsturen. Het is geen reden, zou ik zeggen, om nu te zorgen dat niemand het land kan verlaten richting Europa. Daar moeten we iets mee doen. Mm-hmm. En daarnaast denk ik op termijn, aanzuigende werking. Wat je ziet is dat, dat is meer het terrein misschien van Henk van Houten, is dat er heel veel mensen die illegaal naar Europa komen om hier te werken bijvoorbeeld, economische migranten, die doen dat zolang er hier een vraag is naar zwart werk, naar arbeid. Vraag naar werk wat niet wordt opgevuld of gedaan door mensen hier. Mm-hmm. Dan kun je beter kijken, als je dat wil voorkomen, kunnen we dat niet beter reguleren? Kunnen we niet beter zorgen dat als er een mismatch is tussen vraag en aanbod, dat je ook een veilige manier organiseert, zodat mensen hier ook als arbeidsmigrant kunnen komen. Ja. Oké, helder. Nog meer vragen? Ja. Even wachten op de microfoon, hij komt eraan. Van die kant, ja. Een typisch immigratieland is Australië. Dat is ook een land met een kustlijn die een veelvoud is van de kustlijn van de Middellandse Zee. En het is ook zo dat voor de Aziatische immigranten een aantrekkelijk land is om naartoe te gaan. Maar de Australische regering heeft maatregelen genomen die ervoor zorgen dat die mensen op een andere plaats komen dan ze oorspronkelijk wensten. Wat tot gevolg heeft dat het aantal bootvluchtelingen sterk afneemt en wat ook tot het gevolg heeft dat het aantal slachtoffers praktisch tot nul gedaald is. Mijn vraag is dat niet een beleid wat we hier ook bij de Middellandse Zee zouden moeten doorvoeren? Ja, ik vind het een heel gevaarlijke ontwikkeling, want feitelijk, je plukt mensen uit de zee, want dat gebeurt daar ook, hè, en ze worden of naar een apart eiland gebracht, waar mensen in slechte detentieomstandigheden een asielprocedure krijgen, of ze worden naar een ander land gebracht, zoals Maleisië, die dan voor die mensen moet gaan zorgen. Ja, daar komen wat morele dilemma's bij kijken, vind ik. Punt 1 sowieso van dat vluchtelingenverdrag heeft Australië net zo goed getekend, dus waarom zou je dat overlaten aan andere landen om dat op te vangen? Ik denk, je moet je aandeel nemen. En het is ook een beetje gek, je laat het dan eigenlijk aan de landen over die minder te besteden hebben, die eigenlijk zelf zwakker zijn georganiseerd, in ruil voor misschien andere voordelen die zij dan hebben, waardoor zij dan het dan wel op zich nemen. Zonder dat je vaak de garantie hebt dat er goed voor die vluchtelingen wordt gezorgd. He, dat zie je bij ons ook met die overnameovereenkomsten. Wij willen graag mensen overdragen naar landen als Marokko of andere landen. En we bekommeren ons eigenlijk niet wat er dan vervolgens gebeurt met die migranten. Ik vind dat, ja, je zou kunnen zeggen, er komen nu minder mensen op zee. Ik weet niet zeker of dat zo is, want er blijven mensen proberen die oversteek te wagen. Alleen worden ze uit zee geplukt en naar de andere kant gestuurd. Ik zou dat. Ja, maar ik denk dat het wel de vraag op. Ik vind het wel een goede vraag, omdat het op scherp stelt, denk ik, waar het hier over gaat. Dat er is naar het Australische model, waar overigens heel veel Australiërs heel erg ongelukkig mee zijn. Want het is natuurlijk traditioneel ongelooflijk immigratieland. Niet te vergeten de Vietnamezen in Australië. Belangrijke minderheid nu, die allemaal met hun bootjes inderdaad daar naartoe zijn gekomen. Maar afgezien daarvan
krijg je hier de oppositie tegen van effectiviteit. Van, je kunt in zekere zin dat effectief aanpakken, zoals Australië doen, tegenover moraliteit. Jij lijkt vanuit een bepaalde moraal te zeggen, nee, maar dat kunnen we niet maken. Maar ik denk dat dat dan toch wel belangrijk is om te zeggen, ja, maar waarom niet? Ja. We kunnen het toch effectief aanpakken? Ze dus wordt toch iedereen beter van? Ook die effectiviteit zou ik durven te betwijfelen, hoor. Ik las laatst ergens hoeveel geld Australië kwijt is voor regelingen om mensen ergens anders te krijgen en hoe weinig mensen daar ook gebruik van maken, omdat ze toch in Australië willen blijven. En mensen blijven proberen om daarheen te komen. Dus ik denk dat het beter, ik bedoel, dat blijkt elke keer van, het is niet zo dat mensen stoppen met migreren. Het wordt moeilijker, het wordt gevaarlijker en het wordt duurder. Maar mensen blijven komen en zeker als ze voor gevaar op de vlucht zijn. En dan kun je denk ik beter op een gereguleerde manier organiseren. Dan denken van, nou weet je, ik trek een muur op en ze komen niet meer. Ja. U krijgt nog heel even de microfoon als u twee zinnen zegt. In de uitvoering van het Europese beleid worden er ontzettend veel slachtoffers gemaakt. Hè? Ik dacht dat u daar schreef 4000 in het begin van deze periode. En als ik de kranten mag geloven, is het aantal fatale ongelukken in Australië of rondom Australië praktisch nul. Mm-hmm. Dus als je nou een beleid voert wat het leven kost aan, ik geef ze getallen maar even wat ze zijn, aan 4000 mensen, of je voert een beleid wat mensenleven spaart, maak je dan wel een goede keuze. Ja, nog één zin. Ja, nou ja, daarom kies ik ook voor die drieslag van maatregelen. Ik bedoel, je zult moeten zorgen dat opvang elders ook beter geregeld is, zodat mensen niet zich dwongen hoeven voelen om die zee op te gaan. Want dat is wat feitelijk nu gebeurt. Maar daarnaast zul je nooit voorkomen dat er een deel van de mensen die sprong blijft wagen. Ja, en dan moet je er zijn om dat te redden. Maar ik geloof niet dat die Australische politiek dat helemaal verhelpt. Daar komen wel op een andere manier slachtoffers door die we niet zien. Oké. We moeten stoppen. Voordat ik Tineke ga bedanken, wijs ik nog even op de mogelijkheid. Er is daar een tafel ingericht door Amnesty International. Amnesty International is bezig met een actie voor een petitie aan de Europese Unie, volgens mij. In ieder geval aan iets van Europa. Wat betreft het beleid en vraagt om meer en effectievere maatregelen. Ga kijken wat ze daarmee doen. U heeft de mogelijkheid om een petitie te ondertekenen. Tineke, heel erg bedankt voor je inleiding, voor het gesprek. Ik heb er zelf veel van geleerd, dus ik hoop het publiek ook. Ik ga ervan uit. Dank je wel. Dank je wel ook.